Minister Saskia Walden van Economische Zaken heeft de Chinese winkeliers geïnformeerd over de handhaving van de vergunningsvoorwaarden. Dit gebeurde afgelopen vrijdag op een bijeenkomst in Konyi Tongsang. De Economische Controledienst, ECD, zal derhalve de winkelcontroles intensiveren. Winkeliers moeten zich houden aan de toegestaande winstmarges, prijsaanduidingen en hygiënevoorschriften. Er zal hard worden opgetreden tegen prijsopdrijving of andere overtredingen van de vergunningsvoorwaarden. Walden wees er echter ook op dat ECD'ers gebonden zijn aan een gedragscode. ECD'ers mogen geen geld, goederen of andere vormen van compensatie vragen aan winkeliers. Tegen hen die zich niet houden aan deze gedragscode zal hard worden opgetreden.